We kijken naar Nick Tomic, 23 jaar, de man die 2 werd in het wereldkampioenschap sprint 1987. En hij gaat op deze 500 meter rijden tegen Bouke Jonkman, de Friese hoop, 19 jaar, afkomstig uit Sint-Nicolaasga. En dit jaar kampioen van Nederland geworden op de 1000 meter. Ze staan klaar voor hun rit, heel gespannen. Nicky Tomic, gaat hij het baanrecord verbeteren? Hij zou het kunnen, supergoed. En Bouke Jonkman die zou zich aan hem wel eens echt lekker op kunnen trekken. We kijken naar de tijd op de eerste 100 meter. Die tijd is 9,98. Jongen, zeg. En ook de tijd van Jonkman is goed, 9,99. Dat zijn openingen, daar kun je mee tevoorschijn komen. Jonkman gaat erg goed achter Tomic aan, dat mag gezegd worden. Maar Tomic, die zal het dan nu moeten maken. In de buitenwocht, altijd gunstig. Kijk eens hoe lekker over de... Echt lekker geconcentreerd rijdend. Nicky Tomic, laatste 100 meter, komt er goed uit. Dat doet trouwens ook Jonkman, erg goed. We gaan eens kijken hoe hij dat gaat maken. Haalt hij die tijd van 37,04? Dat haalt hij net niet. 37,15, bijzonder goed. En Jonkman, jongen zeg, 37,67. Het is de snelste tijd ooit in Nederland gereden. Een nieuw juniorenrecord. En daar is hij echt ontstellend blij mee. Prima werk, Bouke Jonkman. Prima werk.